Hallo mensen, een video van World of Warcraft, maar een hele oude. Een hele oude video, deze heb ik gemaakt voor Dagert CD. En die hebben dat nooit geüpload, want dat begrijp ik wel, het was echt een hele slechte video. Dat wordt opgenomen met een oude programma, nog voor de Temptation, wat ik nu gebruik. Microsoft Encoder 4 of zoiets. Dan kon je 10 minuten opnemen en dan moest je weer in een nieuwe video maken, dus dan moest je ook tussendoor stoppen. Volgens mij doet het ook in de video. En ja, het is nog met V, dat is mijn mage. En dan dus op Warped Lichkin, dat is dus sowieso super oud. Nou, veel plezier met kijken. Hallo mensen van Dagert CD. Dit is World of Warcraft. We gaan beginnen, zoals je ziet. Dit is Sheridan Must Die. Even kijken hoor, ik val gewoon eentje aan. Dit is Sheridan Must Die. Dat is een raid. Dit is 10 man, ja. Je hebt 25 man en 10 man. En uiteraard is de 10 man mode, of ja, de 10 man mode is makkelijker. De 25 man mode is moeilijker, logisch. En dit is dus met 10 man. Ik neem dit nu even op, maar ik denk dat ik het niet haal tot de Sheridan. Dat duurt best lang. Dus dan stop ik er weer mee. En dan gaan we dan daar verder. Stel dat ik het wel haal, dan doe ik dat niet natuurlijk. Want we begonnen al wel redelijk snel, dus ik hoop dat dat kan. Ik ben Mage Arcane. Als je dat weet, dan zie je dat wel natuurlijk. Maar ja, als je het niet weet, dan zie je het niet. Dus, ik heb Frost. Oh, even kijken. Ja, gewoon dicht. Het is een chant. Nee, dat het is een chant wat we hebben. Nee, ik ga jammer. Ja, ik heb Frost en ik doe Frost en Arcane. En Frost is voor sorry, ik moet even kijken wie de tent is. Hij dus, oké. Okay. Want dan moet het namelijk, die moet het namelijk dan aanvallen. En op blauw moet ik nu gaan staan. Ja, ik doe dus Frost en Arcane. Frost is tegen mensen. En Arcane is tegen monsters. Wat we dus moeten doen. Ik zit bij de Allianz. En als ik dus tegen de Horde zou gaan, dan zou ik dus Frost moeten gebruiken. Ja, zoals je hier ziet, die emblems op ja, iets. Dat krijg je altijd als je meedoet sowieso. Dat is al mooi. Daar doe je weer dingen gaan kopen. I need a target. Daar gaan we weer. Het gaat redelijk goed. Het gaat best snel. Dit is wel, wel leuk. Stel dat ik het niet haal, dan want ja, het is een probleem. Mijn programmaatje waarmee ik het opneem, die kan maar 10 minuten. Dus, en na 10 minuten stopt hij er ook echt mee. Dus als ik dan aan het praten ben, dat is heel lelijk. Dus daarom denk ik van, nou dan kap ik wel vroegtijdig. Maar dan weten jullie dat dus. Ik zou denk ik wel zeggen. Ik ben nu een paar minuten bezig. Dus als je dat ziet, is er nog iemand mee. Die is niet zo slim, die mage. Die doet slow. Daar heb je helemaal niets aan hier. Dat is niet zo'n slimme mage. Ik
Oké, die band die je daar ziet, dat is Swiftlight, dat is een druid. En ja, die is zo goed joh, dat is echt niet te geloven. Mijn vriend van mij die is een druid, die doet dus Resurrection, waar dus Tree of Life vandaan komt. En echt, die hielde mij toen om het te testen. En een minuut later werd ik nog steeds geheeld. Dat is echt ziek. Het is echt niet gezond, wat Tree of Life kan healen. Maar het is wel nodig hier, gewoon tijd. En ik heb geen idee hoeveel hits ik krijg, want ik word natuurlijk geheeld door die gast. Want ik heb heel weinig heals. Maar heel veel mana. Maar het meet je mee, doe ik ziet veel damage. Bovenin zie je de hele 58, 67, 143. Nou, dat wordt dus geheeld, maar volgens mij krijg ik helemaal geen letter, ik kan het niet aan. Maar volgens mij krijg ik helemaal geen hits. Maar goed, maakt niet uit, hij hield gewoon voor de dinners. Ik denk dat we zo een afkap en dat we dan bij show dan doorgaan. Anders dan. Tenzij Sheraton daar is. Maar ik denk niet dat we dat in de korte tijd gaan redden. 30. Ja, die wordt gewoon gedisenchant hebben. 30 kan ik aan, dat is wel vet. Ik kan een staf hebben en een 30. En een offhand wapen natuurlijk, want dat hoort erbij. Nou, dit is de laatste en dan zet ik me voor pauze en dan gaan we bij Sheraton verder. Want anders red ik het niet. Dus. Waarom druk ik de hele tijd op dezelfde knopjes? Ja, deze is het beste. Zeg maar. En dan naast je hierboven, dat is deze. Het zorgt ervoor dat deze heel snel cast. En dat die geen mana kost. En al die andere. Die kan ik wel gebruiken bij andere mond. Ik zou die mensen ook nog mee kunnen aanvallen. Het is gewoon niet praktisch. Met frost is dat veel makkelijker. Omdat ze dan ook in het ijs staan. En als ze in het ijs staan, dan kunnen ze niet meer bewegen. Want ja, dat is gewoon zo. Nee, die hoef ik niet. Nou, dan stop ik er nu even mee en dan gaat John de Marcel dan verder. Goed? Tot zo. Ik ga dit niet aan elkaar editen, dus het is vaag, maar goed, ik ga zo verder. Kijk, daar staat hij. Oh nee. We zijn er nog lang niet. Goed. Ik ben zo terug. Zo, daar zijn we weer. Kijk, daar is Sheraton. Die gaan we killen. Ja, het maakt niet uit. Ja, dat is dus de quest dat we Sheraton moeten doodmaken. Daar krijgen we ook weer emblems van. En als je die quest niet hebt, dan krijg je geen emblems. En de quest is net geshared door de leider. Ik heb hem gekregen, maar schijnbaar een paar niet. Die gaan er dan moeilijk over doen. Ik heb ook nog een niet gehad en dan gewoon doorgaan. Het is ook gewoon leuk om te doen. En ja, dan toch elke week, dus... Zometeen als we klaar zijn, dan is er een loot. En die loot is wat die erop, zeg maar. En die loot, er zit een bed bij. En 22 slot bed volgens mij. Die wil ik zo graag hebben. Dat is zo goed. Die bags die ik nu onderin heb, dat is een. Het zijn allemaal 20 slot bags. Behalve dan die bruine, dat is 16 slot. Die heb je gewoon sowieso. Die heb je gewoon een beetje in het karakter hebt. En die bags wil ik heel graag hebben. Er zijn nog wel meer dingen die ik wil hebben. En die bags daar ga ik voor.
Maar je kunt dus pech hebben en je kunt geluk hebben, want je moet dus zometeen moeten gaan rollen. En dan geeft hij, zegt het item, als het goed is, neem ik aan. Geeft hij het item en dan gaan we rollen. Nu is hij dood. First heb je nieuw. Niet. Ja, dit is dus, hij heeft dus Master Loot heeft hij uitgezet. Die wil ik niet hebben. Dat is niet voor mij. Ja, die wil ik wel hebben. Ik weet niet wat het is. Goed. Even kijken. Ah, de bed heeft niet gewonnen. Ik weet niet of ik iets gewonnen heb hoor, ik denk het niet namelijk. Nee, ik heb niets gewonnen. Ah. Nee, die vriend van mij, die dus Doobit is, die heeft dat Master Loot aanstaan. En dat betekent dat hij alleen de drop kan pakken. En dat hij dus, oh wacht, zullen we maar terug gaan? Oh ja, dat is ook weer zoiets. Ik kan nooit terug, dit is de bedoeling. Dat de Hearthstone die staat bij mij op Netherstorm ingesteld. In de Outlands, omdat ik die portals heb. Je hoort dus eigenlijk wel te kunnen gebruiken, maar dat kan niet. Dus wat ik moet doen, ik moet eerst naar de Outlands. En dan moet ik wachten op die, die poort, dan kan ik weer weg. Wat dus een probleem is, want in Netherstorm kun je bijna niet bewegen. Daar vliegt alles, dus je kan er zo vanaf vallen. Lekker. Misschien gaat het nu wel heel snel, dat hoop ik. Ja dus, dat is mooi. Nou, dan gaan we meteen weer terug naar Dalaran. Over hij, die vriend van mij, die wacht maar wel even, die party, zo, ik hoop dat het wel gelukt is. Die heeft dat het Master Loot, dus hij pakt de loot, hij vertelt wat het volgende item is. Ja, ik ben uit de groep. Hij vertelt wat het volgende item is en dan kun je slash roll doen en wie dan het hoogste rolt, die krijgt het item. Nou, wat hij gedaan heeft, dat weet ik niet, maar hij heeft er in ieder geval voor gezorgd dat iedereen kan pakken. En dan ga je alsnog wel rollen, maar dat gebeurt dan wel heel, heel snel achter elkaar. Omdat natuurlijk iedereen, net als ik, klikt er ook allemaal op van niet en passen en dat soort dingen. En aangezien iedereen daarop klikt, moet je jezelf ertussen zoeken of je iets gewonnen hebt. Nou, ik heb sowieso wat gewonnen, want ik ga die missie eventjes accepteren. Complete bedoeld. En dan heb je sowieso iets. Dan krijg je die emblems natuurlijk ervan. En met die emblems kun je het in het open. Ik zal het wel laten zien zometeen. Ja, nu eigenlijk, zometeen. Zometeen in de zin van een paar seconden. Kijk. Ik heb 8 gold, 5 emblems of frost en 5 emblems of triomf. Ja, die had er al gekregen, de SARS. Dus ik heb nu heel veel. Dit is mijn gold, weinig hè. Ik heb pas geleden nog gekocht dat ik straks, als ik hem heb, dat ik kan vliegen met een draak. Ik heb nog geen draak, maar dat kan het dan straks wel. Dan denk je, ja, waarom drop je dan vast? Nou, dan heb ik het maar. Want je moet daar ergens heen, waar ik liever niet nog erheen ga, omdat het gewoon veel te ver weg is. Ja, je bent er zo, maar het is gewoon even lastig. En mijn computer heeft altijd last van Dalaran. Er zijn gewoon veel te veel mensen in Dalaran. Maar heeft mijn computer heeft daar last van. Het is altijd veel te druk. Can I assist you? Ja, hij. Nee, hij heeft niet wat ik zoek. Hij heeft andere spullen. Ja, alsjeblieft. Kijk. Je ziet het. Ga weg. Kijk hier. Emblems of Triumph. Dat zijn die blauwe. En dit zijn Emblems of Frost. Dit is Triumph, ik kan het allemaal wat lopen. Dit nog niet, want
Ah, kijk, zie je, dat is ledig, dat kan ik niet aan. Laat het niet ontlopen. Kijk, klof, dat moet ik hebben. Die kant is aan. Dat zie je, deze kant ook aan, dat is ook klof. En die kant ook kopen. Kijk, deze kant ook wel kopen, maar die kant niet aan, dus heeft geen nut. En dit schijnbaar ook allemaal niet. Kijk, die kant ook wel kopen. Maar daar heb ik niks aan. Snap je? Maar hier weet ik ook niet zoveel van hoor, dit laat ik altijd... Die vriend van mij die helpt daarbij. Ja, ik wou even zeggen mijn vriend, maar dat is niet mijn vriend, dat is gewoon een vriend. Samen zeg ik die vriend van mij. Die weet daar wel heel veel van, dus daar laat ik hem helemaal over. Nou, dat wou ik dan nu laten zien. Ja, als je WoW kunt spelen, als je dat geld voor over hebt. Of als je op een andere manier kan spelen. Dat heb ik niet gezegd. Dan is dat erg leuk. En dan moet je het ook doen. Het is gewoon genius gemaakt. Nou. Toedeloe. Heb je genoten van deze video? Mooi. Abonneer dan. Of dit zou je laatste zijn.